aangekomen bij het bruggetje, dus vanaf deze kant. Dan Oh. komen we op het bruggetje. Hier gaan we de volgende oefening doen. Meer stretchen en balans een klein beetje. Dus gaan we staan met de voeten naast elkaar en voel goed de contact met de brug. Adem in, maak je lang en kom in de stoelpositie. Adem uit, breng je handen naar je heup. We gaan de draaiende stoel doen, dus we openen, we draaien naar rechts. Rechterarm de lucht in of op je onderrug. Probeer goed in te zakken en blijf rustig in- en uitademen. Je voelt de twist in je bovenlichaam. Nog een keer in- en uitademen en draai naar de andere kant. Rechts naar links, linkerarm de lucht in of op je onderrug. Probeer de goed en rustig te ademhalen. Adem bij de volgende inademing. Kom weer omhoog. Maak je lang. Adem uit. Buig volledig voorover. Handen bij je voeten. Laat je hoofd hangen. Je voelt de stretch aan de achterkant van je benen. Hou vast. Een paar ademhalingen. Volgende inademing. Buig de benen. Kom omhoog. Maak je opnieuw lang. Open je armen. Kruis je rechtervoet over de linkerknie. En kom diep zitten. Open de knie. Je voelt de stretch aan de buitenkant van je heup. Maar wel dan de leuningen van de brug gebruiken. Dat is wel handig. Anders. Zonder je handen. Nee, het beweegt niet hoor. Adem in. Uit. In, wissel van kant, uit, zak, armen omhoog, armen om te steunen, armen laag. Volgende inademing, maak je weer lang bij de voeten op de grond. Weer licht naar achter, zodat je goed de buik open. Open je armen, trek je handen onder de billen. Blijf omhoog kijken. En langzaam kom je terug. En we gaan onze pad vervolgen. Andere kant, richting het kasteel.